De meeste zijn altijd een beetje, leggen iets wat druk op mij. Of dat ik wel weer een liedje heb deze keer. Nou, ik heb jullie niet teleurgesteld. Er is een liedje bij dit keer. Dus we gaan zo even naar een liedje luisteren. Maar ik zie hier al wat jonge mensen voor in. Want ik heb jullie ook een beetje nodig. Want zoals de meesten weten, het is nou niet dat het vreselijk is. Maar zingen is niet mijn beste talent. Maar dansen nog minder. En nou heb ik vorige keer had ik ook een keer een preek en toen had ik Amber zien dansen. Nou, dat ging helemaal goed. Dus Amber, ik heb je zo even nodig. We gaan namelijk even luisteren. Het gaat om de inhoud, maar we willen ook een beetje lol hebben in de kerk. Dus als je denkt, zo, wat een Latin move, weet je, ik wil gewoon even lekker meedoen, dan mag dat. De eerste dienst ging de geluidsman totaal uit zijn dak. Dus ik zou zeggen, kijk ook achterom een beetje met een schuin oogje. Maar het gaat vooral om de inhoud, want het liedje is meteen het onderwerp van de preek. Nou, laat maar komen. Ja hoor, ik zie al op de derde rij gaat het al een beetje. Hij stopte meteen, wat jammer nou. Amber, we hebben je nodig, Amber. Ga staan. Hij mag ook op de tribune, hè? Nou, hij moet wel iets harder hoor, anders kunnen ze niet dansen. Ja, komt-ie. Uit je comfortzone, hè? Kom op. Heel goed, heel goed. Heel goed. Even een applausje voor, ik moet eerlijk zeggen, toch de dames. Sorry Jan Harm. De dames hebben in deze gewonnen, maar de mannen gaan natuurlijk weer in andere stukken voorop, hè? Heel goed. Maar misschien heb je het wel gehoord. Het liedje heet Jij weet niet half hoe goed ik voor je ben. En dat is ook meteen de titel van de preek. Jij weet niet half hoe goed ik voor je ben. Weet je, ik geloof, dit is een jongen die dat tegen meisjes zingt, maar ik geloof dat God dat ook tegen ons zegt. Jij weet niet half. Punt 1. En als je iets niet weet, is onze menselijke natuur vaak zo, als je nog niet bekeerd bent natuurlijk, dat je alles wil weten. Dat je heel nieuwsgierig bent. Daarom zijn roddelbladen zo populair. Want daar zijn allemaal dingen in die wij misschien nog niet weten. Nou, ik dacht om iedereen even wakker te maken en even alert, begin ik met iets wat jij nog niet weet. En als het iets is over jezelf, dan word je helemaal nieuwsgierig. Maar er is dus iets wat jij niet weet. Jij weet niet half wat God allemaal in dit leven voor jou heeft. Jij weet niet half wat God in dit leven allemaal voor jou heeft. Weet je, misschien ken je God helemaal niet. Misschien heb je geen idee wat hij met jouw leven van plan is. Misschien ben je nog heel jong. Sommige hele jonge mensen weten al precies wat God met ze van plan is, maar sommige niet. Misschien heb je al wel iets ontdekt van wat God met jouw leven wil. Misschien heb je al heel veel ontdekt van wat God met je leven wil. Maar niemand van ons weet alles wat God nog van plan is in jouw leven. Zolang jij nog ademt, heeft hij nog plannen. We hadden ooit hier een verhaal van, volgens mij was het de vader van Rick Warren, die op zijn sterfbed zei, Heer, alstublieft, mag ik er nog één redden voor u? Mag ik er nog één vertellen over u? Weet je, het is nooit dat je denkt, nou, nu hebben we het wel gehad, het is goed genoeg zo, het is wel klaar zo. Nee, God heeft altijd nog meer. Niemand van ons weet wat God allemaal voor ons heeft. En er staat in Psalm 2, vers 12, daar staat, vele zegeningen wachten op iedereen die zich in hem verschuilt. Weet je, God heeft heel veel mooie dingen voor ons. En in Psalm 4, vers 3, laten we nooit vergeten dat de Heer wonderen doet voor iedereen die hem toegewijd lief heeft. Weet je, God heeft zoveel mooie dingen voor ons voorbereid. Maar er staat ook iets bij. Weet je, je hebt hem nodig. Er staat, als je hem lief hebt, als je met hem contact hebt, als je hem daarin betrekt. En ik geloof dat dat Gods plan is. Dat we al die mooie dingen in ons leven gaan ervaren. Jij weet niet half hoeveel, maar met God samen. En weet je, er is maar één simpele manier om alles te ontdekken wat God voor jou heeft. We zijn vorige week ineens spontaan een nieuwe serie begonnen met Keep It Simple. Er is maar één simpele manier om alles uit je leven te halen wat God voor je heeft. En dat is niks bewaren
tot een volgend moment. Alles in het hier en nu nemen, zoals het is. Heer, ik geloof dat hier mooiere, betere dingen uitkomen. Wat kan ik in dit moment doen? Niet als je je studie gehaald hebt, niet als je op de juiste plek zit, niet als je helemaal weer perfect in elkaar zit van binnen. Nee, nu op dit moment. Er is maar één manier om alles uit je leven met God te halen en dat is niks uitstellen tot een volgend moment. Het hier en nu volledig gebruiken. Weet je, om alles te ontdekken wat God voor je heeft zonder spijt of zonder berouw te leven, moet je alles uit het leven halen. En dat is iets heel anders dan wat we om ons heen zien. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen, ja, het moet allemaal leuk zijn en allemaal feest en van feest naar feest. En ik geloof niet dat dat het leuk is, wat de bedoeling is. Er is zelfs een bekende psycholoog van deze tijd die zegt, dat is de ziekte van deze tijd, dat alles maar leuk moet zijn. Want de echte lessen, het echte leven, leer je juist op de momenten dat het niet leuk is. Je weet wie dan je vrienden zijn. Je weet wat je dan aan God hebt. Juist op die momenten. Dus ik bedoel niet alles uit je leven halen op een manier van als het allemaal maar leuk is. Nee, alles, ook in de diepere momenten, eruit halen samen met God. En weet je, over een week gaan we bidden en vasten met elkaar als kerk. En dat is ook zoiets dat we zeggen, weet je, we zijn dankbaar voor wat we hier hebben. Echt super dankbaar. Maar we weten ook dat God nog veel meer voor ons heeft. En met bidden en vasten is een moment dat we zeggen, we focussen op God. Hij heeft nog meer van ons. We willen alles weten wat Hij voor ons als kerk heeft. We willen alles weten wat Hij voor mij persoonlijk, weet je, in dit seizoen nog wil geven. Waar ik nog doorbraak in kan hebben, waar ik nog verder kan. En dat is een van de redenen dat we gewoon expres met z'n allen gewoon even 2 keer per jaar zeggen, wij gaan bidden en vasten. Wij willen alles uit de kan halen. En in Psalm 3 vers 11 staat, erken Gods grootheid. Dat is ook wat we met bidden en vasten doen. Weet je, dit is niet ons werk. Het is Gods werk. We erkennen dat we hem nodig hebben. En weet je, we kunnen het leven leuk maken. Maar zonder God is er geen diepgang. Is er niet een echte voldoening in dit leven. En als je het een beetje plat slaat, dat klinkt altijd zo gezellig. Dan is het leven eigenlijk een aaneenschakeling van uitdagingen, avonturen en strijd. Ja, ook dat hoort erbij. Weet je, er ligt altijd iets voor ons om te verslaan. En dan kan je denken, oh nee, niet weer. Maar je kan ook denken, yes, want aan de overkant ligt iets veel mooiers, veel beters voor mij. Ik ga daar doorheen. Weet je, je hebt daar moed voor nodig. Er is altijd een stap verder. En waar Shivani het net over had, weet je, stap uit je comfortzone. Door in je comfortzone te blijven zitten, ga je niet de volgende stappen halen. God wil dat je eruit stapt. Dat je zegt, ik weet dat u meer voor mij hebt. Ik wil alles uit dit leven halen. Hoe spannend ik het ook vind. Ik geloof dat je samen met God veel meer moed in je hebt dan gevaren voor je. Weet je, spreek dat over jezelf uit. Ik heb veel meer moed dan dat er dingen voor mij liggen. Weet je, God is bij je. Waar ben je bang voor? En er staat in Psalm 52 vers 1. Gods loyale liefde zal mij beschermen en mijn dagen dragen. Je hoeft niet bang te zijn als je denkt, oh weet je, mijn dag is te zwaar om te dragen. Of God is daar. Hij is degene die jouw dagen wil dragen. En ik vond het zo mooi wat Shivani zei. Weet je, het enige wat wij moeten doen is leren om te geloven en te vertrouwen. Dat is wat wij doen. En de rest wil God doen. En helaas werkt het vaak bij ons zo dat er eerst wat vreselijks moet gebeuren voordat we goed met onze tijd omgaan. Vaak is het zo dat we helemaal klem moeten staan. Want dan worden de meesten pas wakker en denken ze, oh ja, maar ik wil toch wel echt iets nuttigs met mijn leven doen. Ik wil toch wel echt een verschil maken in deze wereld. En dat we dan pas tijd gaan respecteren en waarderen. Maar weet je, er staat in dat eerste stukje, jij weet niet half. En het woordje half, dat triggerde mij. Want volgens mij is het minst voldoende in dit leven als we halverwege stoppen. Er is al zoveel tijd en energie ingegaan. En halverwege gooien we het bijltje ermee neer.
Dat is zo zonde. Weet je, halverwege stoppen. Ik geloof niet dat dat van God is, weet je. Dat je zegt, nee, ik ga door tot het einde. En tuurlijk kan je soms weer, weet je, nieuwe keuzes op een volgende stap of wat dan ook. Maar het gaat niet om wat je in je hoofd beslist. Het gaat erom wat hier in je hart zit. Weet je, in je hoofd heb je wijsheid gekregen. God heeft je een mooie hersenpan gegeven. En als je af en toe even moet rusten of even de balans moet opmaken, dat is prima. Dat is hartstikke gezond. Maar zolang jouw ziel, jouw hart, jouw passie, jouw spirit maar niet wil stoppen en zegt, weet je, het is klaar. Ik heb genoeg gehad. Geef mijn portie maar aan Vicky. Want dat is niet wat God wil. Want je weet niet half wat hij allemaal nog voor je heeft. En hij wil dat je het hele leven neemt. En niet ergens halverwege denkt, nou, het is wel goed. Weet je, in Psalm 2, vers 6. De Heer omarmt hun wegen wanneer ze vooruit gaan. Weet je, God wandelt met je mee. Hij staat niet ergens stil op een post te wachten. Hij wandelt. Dat betekent dat we in beweging zijn. Dat betekent dat we door een dal van duisternis gaan en niet daar blijven kamperen. God wil dat we wandelen en daar ontmoet hij ons. Vooruit wandelen. Niet steeds terugrennen naar het oude en denken, oh, weet je. Nee, vooruit. Daar is waar we hem ontmoeten. En ik zei net al, weet je, soms moeten we helemaal klem komen te zitten voordat we eigenlijk erachter komen wat nou eigenlijk het plan was. En dat is niet van God. God wil ons niet klem zetten, zal ons ook niet klem zetten, maar dat is gewoon hoe het leven is. Maar hij zal het wel gebruiken om je weer dichter bij hem te trekken. En zo heb ik ook uit de Bijbel een mooi verhaal. Het staat in 2 Koningen 7. En ik herken me heel erg in deze mannen. Het zijn namelijk 4 mannen en die hebben lepra. Nou, in die tijd was dat de ergste ziekte die je kon hebben. Qua gezondheid gewoon drama. En dat niet alleen. Ze zijn de stad uitgegooid. Ze hebben geen vrienden meer, geen familie. Weet je, je eigen familie en je eigen vrienden schoppen je buiten de deur. Lekker gezellig. En wat hebben ze nog meer allemaal voor ellende? Oh ja, verlaten door hun volk, verbannen uit hun stad. En of dat dan nog niet erg genoeg was, er was ook nog hongersnood. En ze verloren ook nog de oorlog. Nou, als je kan denken, het heeft echt geen zin meer, dan zitten ze daar wel. En op dat moment zitten ze zo klem dat ze 2 dingen kunnen kiezen. Of ze kiezen om gewoon te sterven, langzaamaan. Weet je, het heeft toch geen zin meer. Of om hun lot in Gods handen te leggen. Want daar is nog wel hoop. En gelukkig kiezen ze voor het tweede. Maar het is niet alleen maar zo dat dit letterlijk over leven en dood gaat. Ik geloof ook dat er in onze spirit kan er soms iets sterven. Weet je, God wil dat we vol passie, vol vreugde, vol liefde, vol geloof blijven. En dat is niet iets wat vanzelf komt. Daar moet je hard voor werken. Weet je, is jouw passie nog steeds zo als toen je hier misschien binnenkwam? Geloof je nog steeds? Weet je, stap je nog steeds zo uit? Of ben je inmiddels misschien toch wel een beetje in je comfortzone vast komen te zitten? Weet je, wanneer ze uiteindelijk niks anders meer kunnen, leggen ze hun lot in Gods handen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want God is een hele goede, genadige God. Ook al komen we pas terug als het helemaal klem is, dan nog is hij daar. Er staat in 2 Koningen 7 vers 3. Nu waren er bij de stadspoort 4 mannen die aan huidvraat leden. Ze zeiden tegen elkaar, waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Goeie keus. En dan, wat gebeurt er dan? Zij hoeven alleen maar een stap uit hun comfortzone te zetten. Zo comfortabel was het niet, maar het was alles wat ze kenden. Dus dan voelt het soms wel comfortabel. En wat Shivani net zei, het enige wat ze hoefden te doen was te geloven dat er ook iets beters was. En dat deden ze. En wat doet God dan? De Heer had namelijk in het Armeense kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens en een groot leger. Ze hadden het kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht. Ze kwamen daar en God had de overwinning al behaald. Ze hoefden helemaal niks te doen. Behalve geloven en vertrouwen dat het beter was. En het was doodeng wat ze deden. Ze gingen naar de vijand. Hallo, die zaten niet echt op hun te wachten. Je zou zeggen, het is of de ene dood of de ander dood. Maar ze vertrouwden op God. En God gaf geen dood, hij gaf dubbel deel. Met allemaal bijzondere en mooie dingen. Weet je, uit pure nood zetten ze een stap en God gaf ze de overwinning. En weet je, God geeft niet alleen de overwinning. Hij geeft een dubbel deel.
Er staat dat ze drinken krijgen, eten, goud, zilver, dekens. Die hebben we ook, die teksten achter. Je krijgt het dubbele deel. Maar weet je wat zo bijzonder is? Ze moesten eerst de keuze maken. Als ze niet de keuze hadden gemaakt om toch op God te vertrouwen, hadden ze nooit gezien dat God de overwinning al lang voor ze had behaald. Weet je, wij willen heel vaak eerst de zegen en dan de keus. Maar zo werkt het niet. Want dan is er helemaal niks meer van geloof en vertrouwen. Als jij al ziet dat de overwinning behaald is, is er geen relatie met God die groeit. Geen geloof en vertrouwen wat groeit, wat jou sterker maakt om meer van God te houden, om meer hem te leren vertrouwen. Weet je, daarom is het eerst een keus en dan de zegen. Te vaak, ook in ons leven, doen we pas iets als het echt niet meer anders kan. En weet je, wat zijn die dingen die jou tegenhouden, die jou stoppen? Daar kunnen namelijk twee dingen mee gebeuren. Of je stopt en het wordt jouw gevangenis, of het wordt jouw keerpunt om verder te gaan en uiteindelijk je overwinning. Weet je, waar kies je voor? Kom je in een gevangenis terecht van dingen die jou stoppen, van angst, van andere dingen? Of zeg je, nee, dit is mijn keerpunt. Ik ga hier geloven en vertrouwen dat God meer voor mij heeft. Dat alles in dit leven naar boven zal komen. Weet je, laten we nooit zo bang worden om te falen dat we niks meer durven te riskeren. En laten we nooit zo bang zijn voor pijn, dat we nooit ontdekken hoe sterk we eigenlijk zijn. En laten we nooit zo bang zijn voor de dood, dat we eigenlijk niet echt leven. Weet je, God heeft zoveel meer. Laat je niet tegenhouden. En er staat in Psalm 50, vers 15. Eer mij door mij te vertrouwen in je dagen van problemen. Weet je, als je juist dan zegt, in je dagen van problemen, maar Heer, ik weet niet hoe, maar ik vertrouw dat U een oplossing hebt, dan gaat God daar doorheen werken. Hey, om boven gemiddeld niet half te leven, maar voluit, vraagt God een keus. En dat gaat niet vanzelf. Een keuze is iets vooraf besluiten. Je beschermt jezelf zo als je vooraf besluit wie jij bent. Weet je, ik ben zo dankbaar dat toen ik 13 jaar geleden hier in de kerk kwam, ik wist gewoon, dit is mijn plek. Ik blijf hier, no matter what. Weet je, als je dat besluit, is het zoveel makkelijker dan dat als er dingen langskomen, want nergens is het perfect, je hebt al lang besloten wat jouw koers is, hoe jij verder gaat. En als je dat pas op dat moment moet beslissen, vaak ben je dan een beetje verlamd, in de war, weet je niet goed hoe je moet kiezen. En dat kost zoveel meer energie. En daarom is het zo slim om vooraf te zeggen, hey, weet je, bijvoorbeeld in een huwelijk, ik blijf tot de dood ons scheidt. Bijvoorbeeld in een kerk, weet je, het maakt niet uit waar, maar dat je zegt, Heer, dit is wie ik ben. Zo wil ik eindigen in dit leven. En wat er ook ondertussen op mijn pad komt, ik weet waar ik heen ga. Want dat houdt jou op koers. Beslis het vooraf, zodat je jezelf heel wat moeite bespaart. En dan het tweede. Jij weet niet half hoe goed ik voor je ben. Het tweede punt is hoe goed God voor ons is. Weet je, wij weten echt niet half wat God allemaal door die dingen heen wil doen. Wij zien alleen maar grote bergen. En pas als we aan de overkant zijn, denken we, oh, wauw, had God dit voor mij? Als ik dat geweten had. Nee, maar zo werkt het niet. Het werkt andersom. Weet je, er staat in Spreuken 19, vers 23. When you live a life of abundant love. Hier staat een interessant stukje. Als je een leven leeft van verlaten liefde. Dat is niet echt gezellig of zo. Eenzaamheid, weet je, dingen die niet leuk zijn. Dan staat er achter, geef het over aan God. En dan zul je het volgende ervaren. Overvloedig leven, constante bescherming en volledige vervulling. Weet je, de weg ernaartoe is niet altijd leuk. Er staat abandoned love. Niemand zit daarop te wachten. Er zijn hobbels en kuilen en allemaal vervelende blubber dingen onderweg. Maar als wij dat overgeven aan God, heeft God een dikke vette belofte voor ons. Weet je, en ook met bidden en vasten. Het kost ons iets. We zetten misschien eten aan de kant. Misschien wat tegenwoordig nog heftiger is als eten is Facebook of Instagram aan de kant zetten. En we zeggen, we offeren iets op. Omdat dat is de weg ernaartoe.
Omdat we ook de vrucht willen. We willen ook weten wat God voor ons heeft. Maar daar is een weg naartoe. Want daar worden wij sterk van. Daar leren wij van te focussen. Het is niet voor God, het is voor ons. Weet je, God is een goede God. En hij heeft het beste met ons voor. En we willen wel vaak de vrucht. We willen wel vaak het volledige leven. Maar zijn we ook bereid om de weg af te leggen daar naartoe? En Elisha uit de Bijbel, die had dat begrepen. Daar heb ik nog een tweede verhaal van. En die begreep dat je niet zonder de weg ernaartoe een dubbel deel van God kon verwachten. Hij in 2 Koningen 2, daar staat, hij was samen met zijn leider op pad. Ze hadden al een heel leven samen gehad. Hij was al getest en je zou denken van, man, weet je, wat moet je er allemaal niet voor doen? Maar hij ging gewoon door. Hij had van tevoren al besloten, ik ben een man die tot het einde toe doorgaat. En toen was het aan het einde van Elia's leven. En dat wist Elisa ook. En toen zei hij, weet je wat, blijf jij maar lekker hier. Weet je, we hebben al zoveel meegemaakt. Ik hoef nu alleen nog maar te sterven. Dan hoef je niet met me mee. Blijf jij maar lekker hier. Maar Elisa was zo'n man niet. Hij zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat. En dat zegt hij niet 1 keer. 3 keer. In vers 4 staat weer precies hetzelfde. In vers 6 staat nog een keer hetzelfde. Als jij onderweg bent, zullen er heel veel punten zijn dat er een moment komt dat je denkt, ja, het is toch zo ook wel goed, weet je. Als we hier blijven, is toch ook prima. We hebben al mooie dingen van God gezien. Het is toch prima zo. Maar Elisa had besloten, ik volg hem tot er geen voetstappen meer te volgen zijn. Is er iemand in jouw leven, een goddelijk iemand, die je volgt? Weet je, God is een God van discipelschap, van verder gaan, van mensen volgen. God volgen natuurlijk als allereerste, maar God geeft ook mensen in je leven. Heb jij besloten, no matter what, ik ga verder. Want waarom? Moet dat? Nee, dat moet niet. Er was een hele volk, ik geloof 40 profeten, die tegen ook de derde keer, het werd steeds heftiger, de derde keer 40 mannen van God, hè, profeten, ik weet niet of dat ik dat dan vol zou houden, die zeiden, joh, je weet toch dat hij gaat sterven? Waarom moet je daar nog mee mee? Je hebt toch alles al ontvangen? Het is toch goed zo? Blijf lekker hier. Maar Elisa zei, nee, nee, nee. Tot het einde ga ik door. En wat gebeurt er aan het einde? Volgens mij dacht Elia, nou ja, weet je, poeh, zo, nou, hij is nogal volhardend. Volharding is echt een hele goede, daar krijg je heel veel door. En er staat in vers 9, toen vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen? Vraag het maar. En Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Wat een slimme man. Hij wist al vooraf wat hij wilde. Hij wilde een dubbel deel van Elia. En hij ging net zo lang, al was het tot de laatste minuut door, tot hij gezegend werd. En ook Jacob was zo iemand. Die zei, weet je, ik laat pas los tot ik gezegend word. En dat is iets wat God onwijs zegent. Ga door. Weet je, laat het niet los. Hij was iemand die nooit zou achterblijven. En bij hem was er geen terugkeer of opgeven mogelijk. Dat was wie hij was. Het was niet een keuze op dat moment. Hij had dat al lang besloten. Hij zou blijven doorgaan waar anderen stoppen. En soms is het zo goed om voor jezelf te checken. Ben ik misschien ergens gestopt? Ben ik nog, weet je, onderweg naar mijn bestemming? Of zit ik misschien toch ergens wel een beetje te settelen? Heb jij mensen om je heen die je vooruit trekken? Of die het wel prima vinden dat jij ergens halverwege blijft hangen? Weet je, het is niet populair om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Want mensen vinden dat niet altijd heel fijn. Je moet niet denken, nou weet je, als ik nou de goede keuzes van God ben, nou dan staat iedereen te juichen. Nee, ook niet bij Elisa. Zelfs 40 mannen van God zeiden, nou joh, doe even niet zo overdreven. Kom op zeg. Weet je, hoe vaak denk jij niet van, nou ja, weet je, het moet toch ook wel gewoon kunnen. Nee, het moet bovennatuurlijk kunnen. God wil een stap verder. Hij wil je alles geven in dit leven. En er staat in Psalm 4 vers 1, whenever I was distressed, you enlarged me. Weet je, als er iets op jouw pad komt, God wil jou groter maken. Hij wil je erdoor laten groeien. Hij wil niet dat je ergens daardoor opgeeft. Hij wil dat je sterker wordt en krachtiger. En zoveel van ons, misschien wel iedereen, onderschat wat God in ons leven kan en wil doen. En het is zo belangrijk om te weten, hey, God gaat meer dingen doen. God wil alles uit mijn leven halen. En het enige wat hij daarvoor zoekt is iemand
die niet opgeeft. Die zegt, hey, misschien zit het mee, misschien zit het tegen, maar ik ga door. Ik geef niet op. Ik ga tot dat laatste moment. En uitrusten of even je balans opmaken, ik zei het al, dat is wijsheid, weet je. Maar het is hier iets in je spirit wat je kiest. Het is iets dat je zegt, nee, no matter what, ik blijf staan. En dat is niet alleen voor jouzelf. Er zijn zoveel mensen om jou heen die daarmee geholpen zijn. Je kiest niet alleen voor jouzelf. Je denkt misschien van, oh wow, weet je, heftig waar ik nu doorheen moet gaan. Maar er zijn zoveel mensen die naar jou kijken. Hé, wauw, als hij of zij er doorheen kan gaan, dan kan ik dat misschien ook. Weet je, alles verandert als je Gods goedheid gaat accepteren en vertrouwen. God gaat jou nooit, nooit, nooit te nimmer opgeven. Weet je, misschien heb jij soms wel het idee, ja, wat heeft het nog voor zin, weet je. Misschien heeft God me al lang opgegeven. Nee, de enige die kan opgeven ben jij. Gods karakter geeft jou nooit op. Maar hij vraagt, weet je, wil jij ook doorgaan? Niet opgeven. Ik ben bij je. En dan staat er in Psalm 8, vers 17. Maar ik geef dank aan de Heer, omdat hij uiteindelijk alles goed zal maken. Weet je, geloof je dat? Dat God uiteindelijk alles goed zal maken. Het is zo mooi. God daagt je uit om verder te gaan. Om een groter leven te leiden. En hij veroordeelt je niet. Ik wil niet dat je straks naar buiten gaat en dat je denkt, ja, nou ja, ik geef zo ongeveer elke dag op. Of nou ja, maak toch al. Weet je, God veroordeelt je niet. Al geef je elke dag 10 keer op. Het enige wat hij is, je uitdagen voor meer. En zeggen, hey, maar laten we het anders doen dit keer. Laten we doorgaan. Laten we een volgende stap zetten. Vertrouw je mij dat het goed kan komen. Dat ik in het einde alles goed zal maken voor jou. En vandaar de preek. Jij weet niet half hoe goed ik, God, voor jou ben. En er is maar 1 simpele manier om te ontdekken wat hij allemaal voor je heeft. En dat is niks uitstellen, niks bewaren tot een volgend moment. Lieve Vader, dank u wel. U bent zo'n goede God, Heer. We danken u. Heer, we danken u dat u voor alles van ons houdt. Ons niet veroordeelt, maar ons wel verder wil trekken. U houdt zoveel van ons dat u zegt, hey, maar er is meer. Er is nog veel meer. Ik heb nog zoveel plannen voor jou. Heer, en we willen daarin vertrouwen. We willen de stap zetten van geloof uit onze comfortzone. En we willen zeggen, Heer, misschien is het doodeng, maar dat maakt niet uit, want ik doe het samen met u. En ik ben zo dankbaar voor wat daar aan vrucht en leven uitkomt. En dank u wel dat u mijn hand vastpakt en dat we samen die stappen mogen zetten. Heer, ik bid dat iedereen hier, dat we gewoon COC Den Haag een kerk zullen zijn van mensen met een spirit die zeggen, wij gaan door tot het einde. Tot we de volle zegen hebben. Tot we alle plannen hebben die God voor ons leven, voor deze kerk, voor deze stad, voor dit land heeft. Heer, dank u wel, Vader. U bent een goede God en u doet goed. We houden van u. Amen.